gehoord, hè? Dan beginnen we even met de evangelielezing. Want aan het begin van die lezing zegt Jezus iets heel vreemds. Hij zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, een gekke vraag eigenlijk. Maar wat antwoorden de leerlingen? Wie weet dat? Filina, kom even naar je toe. Ik ben opvolger van God. Opvolger van God? Niet helemaal. Wie weet het, Rata? De gezalfde van God. De gezalfde van God, ja, heel goed. Dat zegt Petrus. Maar eerst zeiden ze, nou, de mensen zeggen, je bent de Johannes de Doper. Of Elia, of een van de oude profeten die weer is opgestaan. Maar dan zegt hij, wie zeggen jullie dat ik ben? En dat zegt Petrus, de gezalfde van God. Weet jij dat het is, de gezalfde van God? Wat doet die? Weet je niet precies? Nou, als ik eerlijk ben, weet ik het ook. Ja, ik weet het wel een beetje, maar ook niet helemaal precies. En dan denk ik, wat kan zo iemand dan voor je betekenen?